Hallo comic fans, welkom bij het kanaal. Ik heb even een stripvlog. Het is voor maandag 16 september, als ik het goed heb. En ik heb vorige week een pakketje binnengekregen van Shopbox Comics. Met allemaal pakketjes van comics. Ik heb er 4 van gemaakt. Laten we even kijken welke we hebben. De eerste is een Avengers nummertje 66. Met een hele gaaf mooie cover. Met allemaal verschillende Avengers erop. Tof. De andere, dat is een Avengers 59. Met de Judgment Day. Ook een hele gaaf cover. Dit is een oude Batman 451. Met een hele mooie Joker op de voorkant. Wauw. Getekend door Wolfman, Apero en De Carlo. Ziet er gaaf uit. En een Batman 663. Ook weer met een hele mooie cover. Dit is dan een Batman Detective Comics 851. Ziet er ook weer heel tof uit. Een Batman 685. Ook weer heel tof. Dit is dan weer een Batman Detective Comics 660. En dit is dan weer eentje van de Nightfall serie. Met Bane en een soort Lizardman. Killer Croc. Een 683. En dan nog eentje van 659. Ook weer met de Nightfall serie. Met Bane. Tof cover. Wat ook een mooie cover is, is deze. Dat is de Alien Resurrection. Deel 1 en 2. Die heb ik dan gekregen. En die was maar een tientje. Dankjewel daarvoor, Marcel. Vond ik een hele goede serie. Of een hele goede films altijd. Dit is dan weer een verhaal van de Alien 3. En daar heb ik ook al 3 delen van. Dit is dan deel 1, 2 en 3. Wauw. Mooi die cover zien van die Xenomorph. Die is tof. En die was ook geloof ik een tientje. 15 euro. Dan heb ik hier nog wat X-Force. X-Force nummer 50. Een nummertje 49. Een nummertje 45. Allemaal voor een goedkoop prijsje. Miss Marvel en de New Mutant. Nummertje 3. Nummertje 4. Nummertje 2. En ik heb hier dan nog Avengers Unplugged nummer 5. En dit is dan deeltje 4. Wel mooie koffer altijd. En onze laatste van de eerste set. Een Captain America Sentinel of Liberty nummertje 3. Tof. Dan gaan we door naar de volgende set. Daar heb ik ook weer een heel stukje van. Hier heb ik dan een All Out Avengers. Dat is weer een andere soort Avengers serie.
Een miniserie, dacht ik. Gewoon een keer om uit te proberen. Dark Web. Nummertje 1. Met Spider-Man en al het andere. Mooie koffer trouwens. En 2 paperback. Van de Warzones. The Civil War. Dat is uit de Secret Wars serie. Kostte maar 5,57. Goed om te lezen. En deze kostte maar 15 euro. En dit is dan de Captain America bij Dan Jurgens. Wat een mooie cover. Goede trade paperback, lijkt me wel. Dan heb ik hier nog een Avengers 381. Dit is dan een crossover serie, geloof ik, met de X-Men. Dit is nummertje 380. Een nummertje 379. En dan hier nog een Uncanny X-Men. Nummertje 287. En Amazing Spider-Man, nummertje 32. Miste ik nog in de collectie. Hier heb ik nog een Spider-Man, nummertje 30. Met Dr. Octopus. Gaaf koffer. Nummertje 33. Met Craven the Hunter. A Gang War van de Amazing Spider-Man 41 met T-Fort Mary en Kingpin. Wauw. Nummertje 24. Nummertje 23 met de Fantastic Four. Dit is Star Wars The High Republic, nummertje 8. Mooie koffer weer. Han Solo en Chewbacca, nummertje 10. Was maar een goedkoop prijsje, kostte maar een eurotje, allebei. Deze was ook een euro. En dit is dan Nightcrawlers. Mooie koffer weer. Met Thor. Een oude X-Men. 258. Ook voor een euro. Ook voor 3 euro. Een krapeetje. En de allerlaatste. Is een hele mooie Vampirana. Het allereerste deeltje. Oeh. Mooie koffer. En die was maar 6,5 euro. Dan een andere stapeltje. Eén moment. Ik had ook nog een groot stapeltje binnengekregen van Showbox. Waar je op kon bieden. Of dobbelen. En het is een hele grote stapel met Fantastic Four. Prijs 21 euro. Welke delen zitten erin? Nou, de Fantastic Four nummertje 1 van die End. De Heroes Return nummertje 2 van volume 3.
nummertje 503. Vijfhonderdtwee. Vijfhonderdéén. Allemaal mooie covers. Nummertje 500. Die moest ik nog hebben. 499. Vier 497. Een 493. En een 492. En een 491. En de allerlaatste, dat is de 94. Dat is geen kopie. Voor een grote stapel van Fantastic Four. Dan nog wat boekjes van 1 euro. Een Savage Avengers nummertje 1. Van Volume 2. Nou, X-Factor 95. Nummertje 63. De Original Sin van Mighty Avengers, de tweede serie. Mooie koffer trouwens. De Mighty Avengers nummertje 7. De New Mutants. Nummertje 29. En dit is dan nummertje 30. X-Factor 65. En een nummertje 64. Dan de laatste stapeltje. Dat zijn ook weer hele goede comics. Dat is Marvel Boy. En die waren maar 2 euro. Een setje. Dit is dan deel 4. 6. En dan heb ik hier nog een Murder World van Spider-Man. De Hulk. Nummertje 5. De nieuwe serie. Een nieuwe serie van The Fantastic Four, nummertje 3, een variant edition. De New Avengers, nummer 41, van de Secret Invasion series. Ook weer een hele mooie cover. Nummertje 43. De Marauders, nummer 11. Ook weer met een hele mooie cover. Ook weer voor 1 euro. Dit is dan nummertje 10. Dit is dan een hele mooie cover. En die is oorspronkelijk van die Uncanny X-Men. Van Days of the Future Past. Die is wel heel tof. En Janet's Fall. Captain Marvel. Nummertje 5. Gaaf. Een All Out Avengers nummertje 2. Een tientje voor de Dark Web X-Men. Ik dacht dat ik deze setje al had, maar ik weet het niet zeker. Marvel Boy nummer 5. Captain America 34. De Director's Cut. Een speciale editie van Captain America. Adam Warlock, Strange Tales. Invincible Iron Man, nummertje 13.
en twee peper. Van Strange Tales met Dr. Strange. Was maar €15. Een Spider-Woman 29. Spider-Man nummertje 4. Ik weet niet van welke serie. Dat staat er nou weer niet bij. Een Secret Invasion. Een Savage Avengers nummertje 8. En Strange Tales. Een Strange Academy. De Finals nummertje 6. Mooie alternatieve cover. En nog een oude Batman. Nummertje. Even kijken. 435. Nou. Ziet er wel tof uit. Hier nog een klein plaatje erbij. En nog een twee gratis comics die ik gratis bij kreeg. Dit is van Dr. Strange. Nummertje 6. En de X-Man. Nummertje 7. Maar die hadden geloof ik al in de collectie. Nou, toch nog bedankt Morso voor de snelle bestelling. Dus, dankjewel ervoor. Vond je dit een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Tot de volgende keer bij een nieuwe video. Doei.